22 gemeenten in de provincie Groningen hebben samen met Groningen Seaport 20.000 ton strooizout ingekocht. Dit om goed voorbereid te zijn op de aankomende winter en daarnaast is gezamenlijke inkoop goedkoper. De zout is opgeslagen in de gerenoveerde loods bij de Milieudienst Groningen. Gedeputeerde Mark Bouwmans was bij de opening aanwezig en hij noemt de samenwerking bijzonder. Ja, kijk, wat heel bijzonder is, is dat wij met elkaar zeggen van er kan weer een strenge winter aankomen. Als dat zo is, dan hebben we een zorgplicht. Dus wij willen dat de straten dan begaanbaar blijven. Nou, zout kan tekort raken. Hè, dat hebben we in het verleden ook gemerkt. Daar hebben we elkaar ook te hulp moeten schieten. Nou, daar willen we nu eigenlijk voort zijn. En dat kan door gezamenlijk dat zout in te kopen. Dat hebben we nu gedaan. De zoutloods is een van de centrale plekken van waar het zout voor de gehele provincie verspreid wordt. Mark Bouwmans heeft daar zijn steentje aan bijgedragen. Nou ja, hartstikke leuk natuurlijk. Het is altijd leuk om bij de buitendiensten te zijn of bij openbare werken. Want hier wordt echt gewerkt, hard gewerkt. Is ook op straat zichtbaar, vinden burgers vaak ook heel belangrijk. Dus altijd leuk om hier te zijn. De verwachting is dat 20.000 ton strooizout genoeg is om de aankomende winter mee door te komen. 20.000 ton, dat is heel veel en dat is ongeveer vergelijkbaar met als je in de Euroborg in Groningen al dit zout zou storten, zit het 3 meter hoog. Dus kun je geen voetballen meer zien, zelfs niet als ze bij elkaar op de schouders gaan staan. Dus we zitten goed dit jaar? We zitten echt goed dit jaar.